Welkom allemaal. We zitten hier 48. Hele stoere kindertjes, maar heel zenuwachtig te zijn. Dus die willen heel graag beginnen. We hebben vanavond zowel een fotoploeg als een filmploeg. En ergens in, nou, rond de herfst volgend schooljaar kunnen ze, ja, hou even een slag om aan. Kunnen ze alle achtergroepers weer een DVD op kunnen komen halen met en de foto's en de opname van vanavond. En ik wil u dan ook vragen niet te veel te flitsen, want zij schrikken er heel erg van. Ze hebben ontzettend hard geoefend. En sommigen leven in een andere tijd, sommigen. Kan ook gebeuren. Ik wil u wel heel vriendelijk verzoeken om pas na de voorstelling om uw mobiele telefoon weer aan te zetten. En dan gaan zij voor u opvoeren, de club van de lelijke kinderen. En het gaat over uw kinderen. Doet hij het? Hallo, hallo Ingrid, doet hij het? Doet hij wat? Of je doet, de microfoon, of je doet. De microfoon? Maar jij zit toch op het ding te rammen? Ik tik op de microfoon om te kijken of je doet. Of hij wat doet? Of hij geluid maakt natuurlijk. Kun jij mij verstaan? Luid en duidelijk, niks meer aan doen. Oké dan, muziek. Woo!
macht heeft, ja, dan wordt hij net zoals de rest. Dan vult hij zijn zak en is hij na een paar jaar vertrokken naar het tropische eiland. Ach, jullie hebben ook altijd wat te zeiken. Deze man heeft tenminste ideeën en hij zegt wat anders stiekem denken. Precies, alle ongure elementen die het hier verpesten achter de tralies. Wat is daarop tegen? Geen idee. Isoleren, zegt hij? Nou, ik heb gewoon zo'n badkamer geïsoleerd. Ik zeg het, het scheelt wel. Veiligheid, schoonheid en rust. En geen ergernissen meer. Nou, maar hij zegt heeft hij. Wat hij wil, kan helemaal niet. Hij moet van kinderen afblijven. Kinderen zijn onze toekomst, of nou mag. Nou, mooi of lelijk zijn. Hij bedoelt waarschijnlijk dat de kinderen worden opgeknapt. Net als de badkamer van Ko. Dat ze speciale aandacht krijgen. Dat klinkt dan veel beter. Misschien krijgt ze wel plastic chirurgie. Net als de sjaal van Barry. Die heeft de kop strak laten zetten. Nou, het lijkt wel wat onder de neus gaat. Inderdaad, is behoorlijk op vooruit gegaan. Als ik kon betalen, liet ik iets aan mijn billen doen. Heb jij billen dan? Dat bedoel ik. Nou, ik ga maar weer eens. De kip moet gevoerd worden. En ik heb nog een koor in de slagwacht staan. Ishimo, heet die vent? Ik denk dat ik op hem stem. De rest is nog maar een slagzorgetje. Precies. Het wordt tijd dat er iets verandert in dit land. Maak me tijd wat. Maar Lotte, politiek eigenlijk niet in. Jij weet het te zeggen. Lotte Mautijzer. En stemmen doe ik toch niet. Op mijn stem zit niemand te wachten. Werden de musea gesloten en de museumstukken verkocht aan het buitenland. Maar toch
zijn normale mensen met kijken, verklaart de generaal. En van kunst en andere rotzooi had, gaat men dan nog buiten. Mijn rapport blijft hier. En altijd met die flauwekul, geen hond wint er ontaan. Iets wat een burger niet begrijpt, hoeft ook niet te bestaan. Eerst wachten we dat wij veel te dom voor waren. Maar soms is die mode het land gegeven, en heeft het zo gedaan. Kortom, het land werd schoon en netjes. Zelfs de mensen die niet op hem gestemd hadden, moesten toegeven dat het land er flink op vooruit was gegaan. Wat wilde de generaal al die man licht? Dan leven onze generaal, hij heeft het voor elkaar. Ons landje wordt een paradijs, het is al bijna klaar. We hebben ons dus niet vergist, het is een kanje. Dus is Isimo dit land begrip, ben ik een wonderaar. Isimo verdween als sneeuw voor de zon. Eigenlijk al goed zou je denken, maar op een gegeven morgen plofte er bij een paar duizend mensen onverwacht een brief op de mat. En bij het zien van die brief kwam er een ongewenst gevoel naar boven. Last van ze heeft.
Daarbij hebben we uw hulp nodig. Zonder uw hulp staan we machteloos. In deze envelop zit het vragenformulier. Wij verzoeken u dit formulier naar waar in te vullen en op te sturen naar de schoonheidscommissie in uw woonplaats. Een postzegel is niet nodig. Met vriendelijke groeten, generaal Isimo. Dat is nou ook wat. Ik ben blij dat ik geen lelijke kinderen heb. Niet dat het schoonheden zijn, maar vergeleken met de kinderen van de buren zijn het plaatjes. Ik ga direct de formulieren vullen. Eindelijk, kijk, lelijke volwassenen. Die heb je nodig. Nu moet tenslotte gewerkt worden. En hier was het bovendien toch al voortgeplant. Niks meer aan te doen. Maar lelijke kinderen, het is een goed plan. Ik doe mee. Pas wanneer het daar nou iets over gedaan. Mag maar dat ik die pakken krijg. Wat denk jij, Judith? Zal ik het wel of niet invullen? Ach ja, en dan vul ik gewoon in dat mijn beeld schoon zijn. Bovendien is dat voor 50% waar. Ach ja, het kan vast geen kwaad. En zo groot zijn die oren nou ook weer niet. Wat moet dit nou weer voorstellen? Dit is een bus, een touringcar om precies te zijn. Het zal wel mij liggen, maar ik zie 10 stoelen, een paar ballonnen en vooruit de stuur. Verbeelding, Ingrid. Laat verbeelding nou eens inspreken. Verbeelding? Dat heb ik niet. Jij wel, Henk. Jij verbeeld je een hoop. Let op, ga toeteren. Nee, mag ik. En nu wegwezen, daar komen kinderen. Hier ten hoofde van, nou ja, of zou ik het anders zeggen, op verzoek van, of misschien wel een opdracht van. Mijn naam is mevrouw Bos. Hier in mijn hand heb ik een les met namen van kinderen die een ritje mogen maken met deze prachtige bus. Het spreekt vanzelf dat niet iedereen mee kan. Als ik je naam noem, mag je in de bus gaan zitten. Wilt u nog wat zeggen? Nou ja, je ziet natuurlijk van. Nee, mooi, dan noem ik nu 1 voor 1 de namen van de lijst op. Lisa Strompelman. Achlap Kramgrap. Joris Bal. Ellen Sweers. Jankie Tranendal. Paul de Wit. Lilian Klapnagel. En Henny Butsendonk. Het spijt me voor degenen die niet mee kunnen, maar niet getreurd, wie weet volgende keer. Mevrouw, waar gaan we heen? Dat is nog een verrassing, meisje. Krijg wat te eten? Maar natuurlijk, voor alles wordt gezorgd. Mag ik mijn moeder nog even bellen? Ja, bellen jullie allemaal maar even die ouders en dan mobieltjes inleveren. Want anders gaat het navigatiesysteem storen en verdwalen misschien wel. Zover? Ja!
aan te vullen. Met andere woorden, allemaal de bus uit. Cola, sinaas, appelsap en chocomel. Cola, 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 cola. Of de bus. Cola. Cassis. Cola. 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 Ik denk dat ik cola wil. Weg die camera! Wie zijn jullie en wat komen jullie hier doen? Pardon mevrouw, we hebben een speciale toestemming van generaal Isimo om opnames te maken. U moet die naam niet hardop zeggen, de kinderen mogen geen argwaan krijgen. Mijn best, als we gewoon wat opnames zouden kunnen maken. Het is voor het jeugdjournaal van vanavond, om te laten zien hoe goed het met de kinderen gaat. Ik schrik dat leuk plaatje aan het sfeer, dat misschien kun jij de kinderen dan vragen. Altijd leuk. Het spijt me dat ik zo even wat onaardig was. Het is ook zo spannend allemaal. Ja, maar zitten wij, we zijn wel slechts gewend. We doen ook het zo best. En, hoe gaat-ie? Dit is echt de mooiste dag van mijn leven. Ik heb nooit gedacht dat ik mee mocht. Ik word nooit gekozen. Het feest niet. En ook het gym niet. Hey, mijn pog is weg. En ik krijg mijn taart. Ik kan me nog eens zeggen. Nu heb ik ook nog eens een interview voor jou. Wanneer we het uitstonden, denk ik dat mijn papa en mama dat willen zien hoor. Vanavond. Ik vind het gewoon goed dat de populaire kinderen nou eens een keertje niet vooraan staan. Zij mogen altijd alles en wij niks. En nu mogen wij eens een keer. Ik moet er bijna van huilen. Oké, Jackie, het staat erop. Misschien nog een shot dat de bus wegrijdt? Vet, we rijden eerst een paar honderd meter mee en dan kunnen we ook van binnenuit filmen. Allemaal de bus in! Ik heb er drie om precies te zijn. En jij bent Dumbo.
Ik ben Paul. Ja, maar ze noemen jou Dumbo. En waarom noemen ze jou Dumbo? Vanwege mijn flaporen. Precies. En wie zit er nog meer in de bus? Lisa. Oftewel, Lisa Pukkelpizza. En Jozef met Michelin-mannetje. En Joris, ook wel genaamd de vuurtoren. En Henny, beter bekend als de dood van Virella. En Achraf, oftewel broer Konijn. En Jankie, het slotorgel. Kortom? Niet echt het neusje van de zon. En ook niet echt de mooiste. Niet echt, nee. De 8 lelijkste kinderen van de school. Dus? Dus. Hallo, Dumbo was ook wel een goede bijnaam voor jou geweest, hoor. Ik snap niet wat je bedoelt. Zegt generaal Isimo jou nog iets, de leider van ons land? Je bedoelt wat hij gezegd heeft over... Precies, hij wil dan zuiveren van lelijke kinderen. En daar is nu mee begonnen. Dit is zijn schoolreisje. Dumbo, we zijn opgepakt. Ontvoerd? Gekidnapt, we verkeren in grote gevaar. Maar wat nu? Zo snel mogelijk weg, voordat ze merken dat we niet in de bus zitten. Maar waarheen dan? Dus dan komt hij met aansnel hierheen. Van vrolijke versierde busjes. Maar een paar geselecteerde kinderen mochten mee voor een onvergetelijke reis en een waanzinnige bestemming. Zometeen ziet u onze verslaggever een paar vragen stellen aan kinderen hoe ze zich voelden. En hoe gaat-ie? Dit is echt de mooiste.
feestdag van mijn leven. Ik heb mijn slag op het leven. Ik word nooit gekozen. Het feest is niet. Ik heb het geen idee. Het is Paul, zie je wel? En krijg je dat. En dan gaan we nog lanceren. En nu word ik ook nog eens geïnterviewd bij jou. Wanneer wordt het uitgezonden? Want ik denk wel dat we pap en mam willen zien hoor. Nou. Wat geleuters. Pak een paal van de slag alleen met die grote oren. Ik denk van God. Goed dat het populair is en mensen kunnen niet veranderen zijn. Zij mogen altijd alles en wij niks. En nu mogen wij eens kijken. Dat moet je bij je van hebben. Al deze kinderen zullen nooit worden gepest, omdat ze te dik zijn, of te dun, of omdat ze flap al hebben, of het te grote neus. Dankzij generaal Isimo, die het lot van deze kinderen heeft aangetrokken en nu op weg zijn naar overzetten voor lelijke kinderen. We vroegen generaal Isimo hoe de operatie tot nu toe verloopt te gaan. We zijn uitermate tevreden. Bijna alle lelijke kinderen zijn met de bus mee en we wachten mooie toekomst tegemoet. En we achterblijven, zodat we nooit meer tegen een lelijke hoofd aan te kijken. Wat je noemt een echte win-win situatie. En waar is dit plek? De woning van de kinderen hadden een toeristiek van de willigen, dagjes mensen op andere plekken kijken. Dat zorgt toch ook het wel? Natuurlijk, maar nu weet ik het ook. Blanke kinderen zitten van sprake van de federatie. Ik weet het, maar dat is dus onzin. Het zijn niet alleen maar blanke kinderen, maar het zijn ook zwarte en bruine kinderen. Alle lelijke kinderen, zonder onderscheid van huidskleur of geloof. En de journalisten die aan mijn beleid twijfelen, die zijn blijkbaar niet goed voorbereid. We moeten maar een andere baan gaan zoeken. Wat is het plan te gaan doen met de lelijke kinderen die daarvoor vandaag zijn zieken niet op school waren? Daar zijn rekening mee gehouden. Die worden vandaag of morgen alsnog opgehaald. En we wachten ook een mooie toekomst tegemoet. Generaal Isimo, bedankt voor je tijd. U heeft de laatste verkiezing belofte ingelost. Dagen alle politici en zo. En ook jullie jongens en meisjes, bedankt voor het kijken tot morgendag. Niet te geloven wat de schijnheiligste doet. Jarme kinderen worden gewoon opgepakt en opgesloten. Maar wat wij er tegen doen? Die Isimo zou alles wel goed geregeld hebben. Ik ben bang dat Pavlov niet terugzien. Je kunt zeggen van de Isimo wat je wilt, maar hij doet wat hij zegt. Heb jij dan opgestemd? Tuurlijk niet, ik hoor niks van die mannetjes die het allemaal zo goed weten. Dat is Paul, dat is uw vader die ons schoon gemaakt. Dat is mijn zoon, ja. Wat wilt u van hem? We nemen hem mee. Gaat u hem zelf alles moeten het huis zoeken? Ik snap hem niet. Hij is hier niet. Hij is toch al opgepakt? Ach, ik ga het tegenwerken. Nou meisje, tel jij er maar eens waar we je bloed kunnen vinden. Tongetje verloren? Dus het zegt van... jullie mogen het hele huis zoeken, maar Paul is er niet. Dan nemen we inderdaad de vrijheid om even het huis even uit te komen. Opdracht van generaal Isimo. En als we hem vinden, zullen we melding moeten maken van tegenwerking. En houdt de generaal niet van. Paul is hier niet. Ik heb hem toch echt duidelijk op het jouw snel gezien. Hij heeft met de bus meegaan. Ik snap het niet. Ze waren blijkbaar bij het uitladen van de bussen niet aangetroffen. Het kan maar één ding betekenen. Hij is ontsnapt. Maar als hij ontsnapt is, waar is hij nu dan? Dat weet ik niet. Tenminste, nu nog niet. Dat gaat veranderen, want ik ga hem zoeken. Arme Paul, die werkt misschien wel ergens door het land. Die durft natuurlijk niet thuis te komen. Dat is maar goed ook, want dit huis wordt nog nieuw of aan in de gaten gehouden. Hier is mijn nummer. Wilt u dit nummer bellen? En echt bellen hoor, het is voor zijn eigen bestwil. Voor zijn eigen bestwil. Ja, ja. Wie gelooft dat? Gaan erop vooruit. Ja, ja. Bo is inmiddels steeds om de straat wel gegroeid. Hoe doet het van die lelijke kinderen?
die lekker op het terras aan de cola zaten van onze belastingcentrum. En geen idee wat boven hun hoofd hing, arme schapen. Geef toe, lelijk bazen. Als ik toch zo lelijk was? Het verschijnselspiegel is jou onbekend zo te horen. Er wordt gezegd dat ze verwerkt worden tot kattenvoer. Onsensoren verkocht aan de hamburgerindustrie. Jullie geloven echt alles. Met reden, want wees eerlijk. Hij doet wat hij belooft, de Isimo. Je hebt gelijk. Heel multicultureel. Ik hou ons helemaal niet zo van die multicultureel. Ik hou van duidelijkheid. Voor het weet ik op je scooter en blijkt ineens fiets te zijn. Nou, multicultureel hè, mevrouwtje? Twee kinderen. Het is niet helemaal goed te gaan. Dat wordt ze douchen. Nee, maar dat maak je ook niet elke dag mee. Twee kinderen in je bakfiets. Ze zien er bang en een beetje verward uit. Als jij nou eens twee glazen chocolademelk gaat halen, kunnen deze kinderen vertellen wat er aan de hand is. Kinderen, ga zitten. Jo, Peppy, ik ken je nu pas een paar maanden, maar sinds jij hier woont gebeurt er elke dag wel iets raars. Oh ja, wat dan? Overdrijf niet een beetje. Nou, als we door het dorp lopen, beginnen iedereen te wuiven, terwijl niemand jou kent. Ben ik alleen de eerste dag. En toen je voor de eerste keer op de bakfiets weg wilde, ben ik nog ineens kunnen fietsen. Maar ik leer het wel snel, niet dan? Ja, leren gaat snel, maar afleren minder. Een rare spreektoontje bijvoorbeeld ben je nog steeds niet kwijt. Rare spreektoontje? Ja, alsof je het hele land toespreekt. Als we met z'n tweeën aan de tafel zitten. Zelfs met sprak je in het begin nog aan met geliefde landgenoot. Ja, zo kan hier wel weer gelijk. Eerst deze kinderen. Kinderen, waarom gaat je hier naar bakfiets? Zijn we van huis weggelopen? Van school? Nee, we zijn ontsnapt. Uit de dierentuin zeker? Van Dijk! Jullie moeder was erg ongerust. Ze liep hier te zoeken in café Bushmills. Dat is mijn moeder niet, dat is mevrouw Bos. Die werkt voor generaal Isimo. Die heeft ons op laten pakken omdat we lelijk zijn. Generaal Isimo? Onze geliefde machtleider, waarom zou die... Weet je dat niet? Nou, luister. Die doen wat ze zeggen. Overdrijf je niet een beetje? Een mens kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn. Maar kinderen, wat een verschrikkelijk verhaal. En die andere arme lege kinderen, misschien zitten ze wel in hokken. Of in een diepe kuil waarvan af en toe een vrouw naar beneden wordt gegooid. Of in een leegstaande kolenmijn in het donker. Of op een doorentoos zoals eiland, waar nog de schip langskomt.
ze binnen en niemand doet wat. Dat komt omdat iedereen zo tevreden is met hoe het gaat. Alles mooi, schoon, lief, braaf en netjes. En de families van die paar honderd ontvoerde zogenaamd lelijke kinderen, die doen er zeker niet toe. Dan laten wij de idioten maken waar ons niet bij neerleggen. Anders zouden ze hier niet lopen. We zouden ze voor de zekerheid met een ijsgevaas kunnen ondervragen. Goed plan, dat wil nog alles helpen. Hou eens op met de domme praten. Doe niets wat niet mag en we houden ons aan de wet. En we vinden heus wel een manier om die ellendeling op te sporen. Ja, we hangen overal affiches op en lopen een vette beloning naar het vieze aangeeft. We doen niet wat niet mag, we houden ons gewoon aan de wet, toch? Kom mee, voordat ze ons in de gaten krijgen. We willen dat die druk komt, het kan niet schelen hoe. Ze zijn misschien wel lelijk, maar ze horen er wel bij. De generaal is redelijk, laat onze kinderen vrij. Op welk terrasje? Geen idee. Tenminste, toen nog niet. Had ik het namelijk in een flits de naam van Bijbel een café-restaurant voorbij zien komen. Dagmenu Boslucht stond er. Het stond op een menubord. En iets met kalfskroketten, geloof ik. Boslucht met CH. Dus wat heb ik gedaan? Met eens werd opgedoken en alle boslusten met CH opgedocht. En weet je wat? Dat zijn er 5 in heel Nederland. Eén ervan heb ik er gisteren bezocht. Het leek er totaal niet op. Er blijven er 4 over. Eén daarvan heeft er uitzicht op bos. Daar ga ik nu naartoe. Wie weet vind ik aanwijzingen, wie weet vind ik getuigen. Best wel een gele rakker lusten. Dat is ik wel een sjeertje. Zeg, het schijnt dat ze een fantastische koffie hebben. En de beste creme van het plek in het gooi. Nou, dan nemen we dat toch. Geen rakkers wachten we zo tot 5 uur.
meneer wel lekker een gevalier zijn? Voel mij maar een lekker koud pilsje. Wie is de naar? Gelijk heeft hij, maar ja, het goud is erbij. Mm-hmm. Jazeker, dat heb je goed gezien. Dat was met die actie van die 8 lelijke kinderen. Ja, nu weet ik het weer. Dat was nog wat, hè? Jazeker, die gele Isimo weet wel van aanpakken. Echt mijn man. Jazeker. Er schijnt trouwens een kind verslapt te zijn, hè? De twee van die lelijke. En als ik weet waar ze zaten, van deze jongen een mooie beloning te wachten. Rijk worden willen we allemaal, niet waar? Ah, we gaan het goed hebben. Kom, hier zijn de bestelde eieren. Zullen we het eind van de week een keertje afrekenen? Ik vind het best, de baby. Waar gaan we pakken? Geef je de zaad tegen als ik buiten zit, hè? Nee hoor, geen probleem. Een lekker dagje uit. Het is mooi weer. Ik dacht, we maken een lekker fietstochtje. Gelijk heeft u. Ik niet zo. Elke dag van het weer. U komt uit de buurt. 3 kilometer verderop. Dus u bent uit de streek? Nee, niet echt. Ik woon hier pas een paar maanden, maar het bevalt me geweldig. Zeg, mag ik u dan wat vragen? Laatst, heeft u misschien 2 van die leuke kinderen bij jullie in de buurt zien rondlopen? Wacht eens even, bent u er ook al zijn? Zag Geldbop op zoek naar zo'n stomme beloning. U lijkt van Deutekom wel. Nee, echt niet. Ik heb een andere reden, kijk. Wow. Met die flaporen, dat is mijn kleinzoon. Dat is zijn moeder en dat is zijn zus. Weet je misschien waar hij is? Dankjewel. Nou, van buiten kom, dan ga ik maar mee. Volgende week neem ik een factuurtje mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, ober, mag ik dan ook even afrekenen? Dan ga ik ook maar weer eens. Over 2 uurtjes. Alsjeblieft. Fijne dag. Is er nou nog geen 5 uur? Wie kan er overheen? Jij met Eitje, als ik jou zou ik die slag pakken. Geen haar op mijn hoofd, ben ik gelijk al een zoek bij. Neem jij hem maar. Nou, daar is het voor oren naar. Heb het. Paul, kijk eens wie ik hier heb. Opa, hoe kom jij hier? Ja, gewoon een kwestie van koppie. Is het echt de oma van Paul? Nee, ik heb het gevonden. Ja, ik moet wel schoon nadenken en dan vind je het vanzelf wel. Wat doen we er tegen? We zijn gewoon stervelingen.
Laat me nadenken. Ik heb jullie ook gevonden met de kwestie van koppie. Ja, dat werkt dus ook niet. En als opa het niet weet, dan weet niemand het. Dan zit er dus niet anders op dan dat ik met hem ga praten. Wat zeg je? Met wie praten? Met generaal Isimo natuurlijk. Met wie anders? Natuurlijk, dat ik daar niet eerder in heb gedacht. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Beppie van Soes en ik vind dat ik alle lelijke kinderen fijn moet laten. En wilt u misschien ook nog wat eieren kopen? Van mij! Ik ga niet als Beppie, ik ga als de koningin. Baby, wat heb je? We zitten hier over serieuze dingen aan het praten en dan begin je ineens onzin uit de kamer. Ik kraam geen onzin uit, ik ben de koningin! Sorry mensen, zo ken ik haar niet. Laat haar maar zitten. Ze heeft het lot van de kinderen te veel tot zich aangetrokken. Nou, ik vind het lot van de kinderen ook best heftig hoor, als ik er vrij mag zijn. Neem nou mezelf! Mensen, jullie hebben een nieuwe leider gekozen. En ik weet zeker dat hij jullie land op een goede manier zal dienen. Adieu. Die is toch ook nog vrijgezel? Oh, wacht even, bedoelt u dat? Ik bedoel nog even niks, maar in mijn hoofd zat een idee. En het is. En het is geluk bij een ongeluk dat Beppie en Isimo elkaar kennen. Maar de andere lelijke kinderen dan? Die hebben hulp nodig, maar weet niet waar ze zijn. Ja, misschien worden die nu wel in gevaarlijke omstandigheden opgevangen. Misschien moeten ze wel werken in hete metaalsmelterijen. Of ze zijn als kinderslaven verkocht aan de sadistische olieshine. Misschien dienen ze wel de maaltijden voor de tijgers van de Oosterse prins. Of zitten op de Noordpool met lekker een tent en zonder kleren. Thank you.
Maatregelen. Maar dan komt ook steeds in mijn protest. Zij willen niet naar de wadden, we willen ons kind terug. Als we maar het genoeg zijn, dan moeten ze op de duur toch wel luisteren. Weet hem daar maar niet te vast op. Hij is vastberaden om aan de macht te blijven. Vader, daar ben je. Eindelijk, zo ongeluk. Heb je Paul gevonden? Vertel, vertel! Ik heb hem gezien en gesproken, maar waar hij is mag ik nog niet zeggen. Dat is nog veel te onveilig. Hoe is het met hem? Wat zei hij? Vertel. Wat een mooie piedestal. Je hebt gelijk, een hele mooie piedestal. Ik heb in mijn leven al veel piedestalen gezien, maar deze springt er wel bovenuit. Een beetje jugendstil misschien. Ofwel, kan ook Arnevoe zijn, daar ben ik van afwezen. Volgens mij is het Ikea. Waarvoor zou de koningin niet kunnen zijn? Geef hier die telefoon, pummel! Met generaal Isimo. Ach, majesteit, nu herken ik inderdaad aan uw stem. Wat leuk dat u belt. Oké. Geen majesteit dan. Mag ik gewoon Beppie zeggen? Ach, ik mag niet klagen. Het valt me prima mee. Ook de wat meer pijnlijke maatregelen worden uiteindelijk geaccepteerd. Een paar surpieten daar gelaten. Een etentje? Heel graag, bij u thuis in het grappige huisje. Dat is dan afgesproken. U weet dat ik u altijd al bewonderd heb. Dat is dan afgesproken. Ik ben tenslotte eigen baas. Volgende week dinsdag een uur of 4. Prima, ik noteer het. Ik zal er zijn. Echt, ik verheug me erop. Dag Meijers, Beppie. Tot dan! Koningin, weet je dat wel zeker? Zeg hoor eens, denk je dat ik dom ben? Denk je dat? Nee, u bent uiterst intelligent. Neem het mij niet kwalijk. Niemand twijfelt aan uw geestelijke capaciteiten, generaal. Die zijn echt formidabel. En raad eens, ze heeft me uitgenodigd voor een intiem etentje. Een intiem etentje? Met de voormalige koningin? Kikken! Weet je wat ik zojuist bedacht heb met mijn geestelijke formidabele capaciteiten? Nou, vertel ons. De koningin, dat is geen onaantrekkelijke vrouw. Dat moet u met me eens zijn. Wij zijn het altijd met u eens. En weet je wat me nog populairder en nog beroemder maakt dan ik al ben?
Nog geliefder, dat kan haast niet. Niet overdrijven, slijmboom. Precies, niet zo overdrijven. Pardon? Nou, ze overdrijven nogal toch? Hoe bedoel je ze overdrijven nogal? Nou, ik bedoel alleen maar, ja. Ben ik er volgens jou niet geliefd? Natuurlijk wel, maar ik bedoel alleen volgens mij moet je eens wat vaker je mond houden. Natuurlijk, generaal. Komt in orde, generaal. Ik zal niet zoveel zeggen, generaal. Ik praat ervan, ik weet het. En het is bijna altijd onzin wat ik uitga. Ik zal niet uitgaan. Nou, luister dan. Het volk vindt mij wel oké. Maar meer vindt me af en toe een beetje hard. En een vrouw naast me, ik zou dit harde imago aanzienlijk verminderen. En waarom belt ze me, denken jullie? Ik vat hem. Ze belt omdat ze terugkomen. Ze belt en wil haar oude positie terug. Bijna goed. Ze is een vrouw alleen die gewend is aan macht. En ze wil die macht terug hebben. En ik heb de macht. En ik ben een man. Leer mij de vrouwtjes kennen. En samen, de generaal en de koningin, zouden een automaten geliefd en waanzinnig populair koppel kunnen worden. Het is werkelijk geniaal. Heren, bereid de trouwerij maar alvast voor. Want het wordt easy mode forever. Dat generaal Isimo, gewapend met een bos bloemen, zich naar het huis van Beppi, de voormalige koningin, begaf voor een intiem etentje. Later toen ze aten, werd Isimo per minuut zeker ervan dat Beppi ergens op uit was. En pas later bleek hoe juist dat vermoeden was. Majesteit, u ziet er werkelijk schitterend uit. En het eten is fantastisch. En wat woont u hier leuk? Ach, malle jongen, ik ben geen majesteit meer. Dat weet je toch? Ik ben gewoon Beppi, ik heb me geen weken zo op mijn gemak gevoeld. Nou, fijn om te horen, Is. Mag ik Is zeggen? Is, wat vindt het zo wil. Je mag me noemen zoals je wilt. Nou, Is, ik vind het uitmuntend doet dat wij iets versturen. Wat is je geheim? Mijn geheim? Ja, neem maar dat van die lelijke kinderen. Daar zit ik toch ook iedere dag mee. Een kwestie van organiseren en geen medelijden hebben. Medelijden is funest. Precies, en daar ben jij de juiste man voor. Trouwens, daar heb je ook wel het juiste figuur voor. Mannelijk gebouwd, en mag ik zeggen, knap? Ach, Beppi, je overdrijft. Oké, ik geef toe, ik mag er wezen. Maar een zelfverbleken te vecht. Nog even terug op die lelijke kinderen. Waren dat er veel? Ruim 2000. 2000? Allemachtig! Maar waar laat je die 2000 kinderen? Ik vrees dat het geheim is. Een geheim? Dolletjes! Ik ben verstopt op geheimen. Vertel het me, weet je wat? Je mag het in mijn oor fluisteren, lekker dichtbij. Het Nationale Hertenkamp? Geniaal! Daar komt nooit iemand, veel te saai. Maar, wat heb je met die herten gedaan? Kattenvoer. Kattenvoer? Wat ben je toch een doortastend typeje. Daar moet op gedronken worden. Proost. Zullen we het volgende gerecht laten komen? Ik vind het best. Zullen we het dan ook over een ander onderwerp hebben? Prima, maak mij niks meer uit. Over! Wacht eens, zijn jullie niet? Jullie zijn het wel. Ja, we zijn inderdaad, meneertje Isimo, de twee ontsnapte ledekarts. U heeft ons lekker niet te pakken gekregen, maar wij nu dus wel. Beppi, wist jij hiervan? Nou, Isi toch. Hoe durf je dat van me te denken? Nationale Hertenkamp, Sijspark van Dag, daar komt nooit iemand. Maar daar gaan wij verandering in brengen. We hebben net opa gebeld en die is nu op weg met een paar honderd woedende ouders. En ook nog een paar honderd verontrustende bejaarden. En heus niet om hersens te kijken hoor. Daar komt niks van in. Ik zal moeten slapen. Mami! De wijn heeft gewerkt. Ik zal het geloof ik niet wel zeggen. Zal ik even tegen die lieve lijf achter zeggen dat Isimo hier blijft slapen en dat hun de rest van de avond vrij hebben. En ze zitten in die dagen dat een steeds grotere groep verontrustende ouders en een paar honderd bejaarden zich naar het Nationale Hertenkamp begaf. Wat ze daar aantroffen, tart elke beschrijving. Moet u zich eens voorstellen, 2000 lelijke kinderen bij elkaar.
voorwaar geen fraai gezicht. Maar toen de bewakers zich overgaven en de hekken opengingen, was het weerzienwekkend hartverwarmend. Lisa, schatje, ik heb je zo gemist met eigenlijk toch wel leuk in een hamster. En je moet minder vaak verschoond worden. Papa! Pas op, jongen. Het lijkt net alsof je maat niet hebt gegeten. Dank je. Mama! Jongens, schatje. Wat zit je haar leuk? Ja. Zal ik even een zonnebrood vinden? Jankie! Had je veel moeten huilen? Zal wel. Heb je ook nog iets anders gedaan? Zal niet. Als je weer mee hebt. Als iedereen zijn kinderen terug heeft, wil ik graag degene bedanken waardoor het nooit zou kunnen gebeuren. Als eerste natuurlijk mezelf. En als tweede mijn kloon. En vlak daarvoor de voormalige koningin. Beppie van Soest. Dit is de laatste keer.
Maar er zijn er twee. Die hebben gewoon 3 maanden niet, hoefden ze niet naar de sportschool. Die hebben niks anders gedaan dan heen en weer gesjouwd om te zorgen dat elke keer alles weer op tijd op het podium en op tijd van het podium. En daar wil ik toch wel een extra applaus voor. Nooit gelukt als al die ouders niet hadden helpen en haren doen en weet ik wat allemaal. Dus daar doen we zo meteen ook een applausje voor. Maar de twee die ook wel heel hard gewerkt hebben. Drus. Maar ja, er zijn er nog twee, want als die hun best niet hadden gedaan, hadden wij namelijk niks gezien. Er was alles donker geweest, hadden we geen muziek gehad. Florence en Vincent natuurlijk. Zij er even uit, kunnen ze even luchten? Ik geloof dat het wel nodig is. De bar is open en ook van Dreven. Ja, tuurlijk. Rogier. Oh, sorry. Ook nog heel erg mee. Ja. Wat is slotte zorg die ervoor dat jullie straks een mooi aandenken hebben aan deze avond? Over ongeveer een half uurtje verzamelen we weer hier. Ja, waarop? Laat het applaus voor jou, oké?